De functie van geluid is het aantonen van leven of dood. Want stilte is dodelijk en geluid is leven. Lang leven het geluid.
Thank you.
Thank you.
Oh!
kunnen mij missen. Als kiespijn, mijn schurftige smul, dat was een juiste eis. Een juiste beslissing, een goede strategie. Mijn denken, gestructureerd denken, lieve mensen. We lezen nu met z'n allen pamflet nummer 34. De Heer zij met ons, de sensibilisering van de massas. Ik kan niet zinnigs zeggen, verdurend mijn doorzopen hersens. Het stok in het hoenderhok, constant is men gechoqueerd. Als ik mijn smul open trek, nou ja, mijn bek stinkt, ik berust zacht, lieve Ditti, bloemen nog kransen, het feest gaat gewoon door. Infiltreren, discussiëren, masturberen, constant met een paar mensen daartegen vechten. Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Hoor ik een paar alternijvelingen zeggen. In het Nusse Cultureel Centrum. De samenstelling van het strijdcomité verandert constant. Ik neem een lot in eigen hand. Ik heb een kater. En ben bloedgeil. Ik masturbeer, masturbeer mijzelf, ingenomen met mezelf. Mijn zachte knussen, nette kleren, op het toilet van het cultureel centrum. Strijdbaar zijn, en van de nood een deugd maken. Het aangename aan het nuttige koppelen. Ik masturbeer mij. En denk aan al die mooie wijven die hier rondlopen in het cultureel centrum. Het is maar een begin. Wij gaan door met de strijd. Het is maar een begin. Wij gaan door met de strijd. Het is maar een begin. Wij gaan door met de strijd. Een begin. Naaste liefde, goedheid jegens elkaar. In de winter voederen wij de vogeltjes en de hippies. Bemin elkander, heb u naaste lief. Bemin de broeders en zusters. Bezorg uw naaste geen leed. Zeker niet wanneer men u uitnodigt om lezingen te houden. Valstrikken van de duivel. Daarom vermijd lange teksten. Het publiek kan zo lang niet zijn aandacht bij uw hersenkronkeltjes houden. Verg toch niet te veel van het publiek. Peigeren rudimentaire hersentjes niet nodeloos af. En zeker niet in orden des verderfs, zoals kraakpanden bijvoorbeeld. Erbarmen, heb medelij, bemin elkander, bespaar hen uw uitleg. Het zou alleen hun schaarse hersentjes maar beschadigen. Laat uw leven ordentelijk, samengevat, geconcentreerd en gestructureerd verlopen. Je bezorgt er elkaar een grote dienst mee. Zalig kerstfeest, I'm dreaming of a green Christmas. I'm dreaming of a green Christmas. Net een hospitaal, zo ligt de benedenverdieping, er nu verlaten bij.
lakens over de meubels. Dat is normaal in een dergelijk geval. Het gaat trouwens al heel wat beter met mij. Ik verdraag nog steeds geen voedsel. Ik leef op sesamel en Coca-Cola. Zo voedzaam. Speel gekweld artiest. Een leuke hobby. Bovendien, zo romantisch. Momenteel heb ik mijn lekker klus geïnstalleerd. Ingetrokken op de bovenverdieping. De crisis is alweer voorbij. Mijn crisis. Elk zijn eigen crisis. Wat een luxe! Mijn bakken stinkt nu naar de medicamenten. Mijn hoofd draait dol. De televisie van de buren zendt mij vreemde boodschappen. In Moosse keuken. Moosse wit! Met angst in mijn keel zit ik nu te wachten tot onze lieve vrouw in mijn kamer verschijnen zal. Zo'n nieuwe schok zal ik zeker niet meer kunnen verwerken. Zelfs niet als de politie me dan weer eens heel vriendelijk naar de dokter brengt. Het is mij reeds herhaaldelijk opgevallen dat binnen uitsluitend de longen en de hersens, en dan vooral deze laatste, de hersens, ziek gemaakt worden. Door ons tijdje! Duidende mantras, die in onze geest blijven zwerven, zweven, nagalmen en haperen. En we hebben geen enkele guru meer. Integendeel. De stukjes zeggen meer. Van onze woorden. Because when the room was discovered in 1828, those insects lived here in it. Now the water plays an all-important part into this cave here. First and most of galleries are vindicated by the river Blitz, the name of the river Blitz. Second, the rainwater crossing the rocks carries limestone and causes the stalactite at the ceiling. That some water drop from the stalactite onto the ground causes the stalagmite. Sometimes both the stalactite and stalagmite will join, which makes it caverns. A
and into this cave here, the temperature is constant. That's to say, between 12-14 degrees centigrade. Hmm? And your visit here now into this cave, that's to say, from your entrance here to the exit, it's one visit from 3 kilometers. Hoofdstuk van de opening van de mond, de opening van de mond van Osiris. Het hoofdstuk van de opening van de mond van Osiris, de klerk Ani, de mond van Osiris, de klerk Ani. Er wezen gezegd, er wezen gezegd, geopend werd mijn mond door dag. Geopend werd mijn mond, geopend werd mijn mond door dag. De windels losgemaakt. Ta. De windels losgemaakt. Tweemaal. Tweemaal. Die op mijn mond zijn. Door de God. Die op mijn mond zijn, door de God van mijn stad. Tweemaal, die op mijn mond zijn, door de God van mijn stad. De windels losgemaakt, tweemaal, die op de mond zijn, door de God van mijn stad. Kom dan dood, kom dan dood, gevuld met en voorzien van amuletten. Kom dan dood, gevuld met en voorzien van amuletten. Wikkel de windels los, tweemaal. Wikkel de windels los, tweemaal. Van zit die mijn mond bedekken. Wikkel de windels los, tweemaal. Van zit die mijn mond bedekken. Stotende toe, beschiet hem. Afstotende toe, beschiet hem. Naar deze, die hem zouden bedekken met mij. Beschiet hem. Naar deze, die hem zouden bedekken met mij. Geopend worden mijn mond, ontsloten worden mijn mond, door Shoe. Ontsloten worden mijn mond,
door Shoe met het wapen van hem. Ontsloten wordt mijn mond door Shoe met het wapen van hem, van het ijzer van de hemel. Met het wapen van hem, van het ijzer van de hemel. Hij opende de mond van de goden ermee. Hij opende de mond van de goden ermee. Van het ijzer van de hemel. Hij opende de mond van de goden ermee. Ik ben zeker. Ik ben zeker. Ik zit op de westzijde. Op de westzijde van de grote hemel. Zeker. Ik zit op de westzijde van de grote hemel. Ik ben Sa. Ik ben Sa de Grote. In het midden van de zielen van Heliopolis. Ik ben Sa de Grote. In het midden van de zielen van Heliopolis. Als de betreffende amuletten en al de gesproken woorden tegen mij. Deze mogen zij, de goden, weerstaan. Als de betreffende amuletten en al de gesproken woorden tegen mij. Deze mogen zij, de goden, weerstaan. Weerstaan. En de cyclus van de goden al. Als de betreffende amuletten en al de gesproken woorden tegen mij, deze mogen zij de goden weerstaan. En de cyclus van de goden al. Van de goden al. Het hoofdstuk van de opening van de mond, die op mijn mond zijn, door de god van mijn stad, afstotend het moe, ontsloten worden mijn mond van de goden ermee. Ik ben Seket, ik ben Sa. Als de betreffende amuletten en al de gesproken woorden tegen mij, deze mogen zij, de goden, weerstaan. En de cyclus van de goden al. Geopend worden mijn mond. Hij opende de mond van de goden ermee. Van de grote hemel, in het midden van de zielen van Heliopolis. Als de betreffende amuletten weerstaan in de cyclus van de goden al. Deze die hem
zouden bedekken. Als de betreffende amuletten en al de gesproken woorden tegen mij, mogen zij de goden weerstaan en de cyclus van de goden. Er wezen gezegd, geopend worden mijn mond door de dag. De windels losgemaakt, tweemaal, die op mijn mond zijn door de god van mijn stad. Met het wapen van hem, van het ijzer van de hemel. Hij opende de mond van de goden ermee. De grote in het midden van de zielen van Heliopolis. Ontsloten worden mijn mond, geopend worden mijn mond door Shu met het wapen van hem, van het ijzer van de hemel. Ik zit op de westzijde van de grote hemel. Ik ben Sa. Als de betreffende amuletten en al de gesproken woorden tegen mij, deze, mogen zij de goden weerstaan. Het hoofdstuk van de opening van de mond van Osiris, de klerk Ani, er wees gezicht, en door dag, tweemaal, die op mijn mond zijn door de god van mijn stad. Gesproken woorden tegen mij. Deze mogen zij de woorden weerstaan en de cyclus van de woorden al.
witte gezicht. Geopend worden mijn mond door dat. De windels losgemaakt. Tweemaal. Van sept die mijn mond bedekken. Afstoten de tong. Beschieten. Naar deze die hem zouden bedekken. Met mij. Attention.